Hoofdstuk 44 van Dombey en Zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 44 Een scheiding. Met de dag, hoewel niet zo vroeg als de zon, stond Suze Nipper op. Er hing een nevel voor de buitengewoon scherpe zwarte ogen van het jonge meisje, die het schitteren daarvan enigszins verflauwde en aan de mogelijkheid deed denken, wat anders hun uitdrukking niet was, dat zij soms gesloten werden. Zij hadden ook niets gezwollens, alsof zij in de nacht geschreid had. Maar wel verre van te neergeslagen te zijn, was Suze buitengewoon fris en levendig, en scheen zij al haar vermogens bijeengezameld en ingespannen te hebben om iets gewichtigs en moeilijks te doen. Dit was zelfs aan haar kleding te zien, die nog netter zat en strakker spande dan gewoonlijk, en aan de manier waarop zij nu en dan haar hoofd schudde, terwijl zij door het huis ging en waarmee zij een buitengewone vastberadenheid uitdrukte. Kortom, zij had een besluit genomen en wel een moedig besluit, daar het niets minder was dan in Dombey's kamer door te dringen en die heer eens alleen te spreken. Ik heb dikwijls gezegd dat ik het doen zou, zei zij die morgen dreigend bij zichzelf. En nu wil ik het. Zichzelf met eigenaardige scherpte aansporend tot de uitvoering van deze wanhopige onderneming, bleef Suze de hele ochtend in de hol en op de trap dwalen, zonder een gunstige gelegenheid te vinden om storm te lopen. Geenszins ontmoedigd door deze teleurstelling, die haar integendeel nog meer aanzette, liet zij haar waakzaamheid niet verflauwen, en zo ontdekte zij eindelijk tegen de avond dat haar gezworen vijandin, mevrouw Pipchin, onder voorwendsel van de hele nacht te hebben opgezeten, in haar eigen kamer een dutje was gaan doen, en dat Dombey geheel alleen op zijn sofa lag. Haar hoofd niet alleen, maar bijna zichzelf helemaal in de nek werpend, ging Suze op haar tenen naar de deur van Dombey's kamer en klopte. Binnen, zei Dombey, zichzelf met nog een krampachtige beweging van haar hoofd aanmoedigend, kwam Suze binnen. Dombey, die naar het vuur lag te turen, keek verwonderd om en hief zich enigszins op zijn elleboog op. Suze neeg. Wat moet gij hier? Zei Dombey. Als het u belieft, meneer, ik wilde u graag eens spreken, antwoordde Suze. Dombey bewoog zijn lippen, alsof hij deze woorden herhaalde, maar scheen zo verbaasd over de vermetelheid van het meisje, dat hij ze niet kon uitspreken. Ik ben nu 12 jaar in uw dienst geweest, meneer, zei Suze, met haar gewone radheid van tong, om juffrouw Floor, mijn lieve jonge juffrouw, te bedienen, die nog niet duidelijk spreken kon toen ik pas kwam. En ik was al oud in huis toen juffrouw Richards er nog nieuw in was. Ik mag dus geen Methusalem zijn, maar ik ben toch geen bakerkindje. Dombey, die haar op zijn arm leunend aankeek, scheen deze voorlopige uiteenzetting van feiten niet te kunnen tegenspreken. Er is nooit een liever of engelachtiger jonge juffrouw geweest, meneer, dan mijn jonge juffrouw is, zei Suze, en dat moet ik wel beter weten dan sommige anderen, want ik heb haar in droefheid gezien, en ik heb haar in blijdschap gezien. Daarvan heeft zij niet veel gehad, en ik heb haar met haar broertje gezien, en ik heb haar in haar eenzaamheid gezien, en sommige anderen hebben haar nooit gezien, en ik zeg
tegen die sommigen en iedereen. Dat doe ik. Hier schudde de zwartoogige haar hoofd en stampte zij even met haar voet. Dat zij de beste en liefste engel is, juffrouw Floor, die ooit op de wereld heeft adem gehaald. En hoe meer ik in stukken gescheurd werd, meneer, zoveel te meer zou ik dat zeggen, al mag ik geen martelares uit het martelaarsboek zijn. Dombey werd van verontwaardiging en verbazing nog bleker dan zijn val hem had doen worden en hield zijn ogen op de spreekster gevestigd, alsof hij ze beschuldigde, en zijn oren eveneens, van hem te bedriegen. Niemand zou anders dan trouw aan juffrouw Floor kunnen zijn, meneer, vervolgde Suze, en ik beschouw mijn dienst van 12 jaar niet als iets bijzonders, want ik heb haar lief. Ja, dat zeg ik tegen sommigen en iedereen, dat doe ik. Hier schudde de zwartoogige weer haar hoofd en stampte weer even met haar voet en smoorde een snik. Maar trouwe dienst geeft mij recht om te spreken, hoop ik, en ik moet en zal nu spreken, recht of niet. Wat bedoelt gij, meid? Zei Dombey, haar woedend aankijkend. Hoe durft gij? Wat ik bedoel, meneer, is ordentelijk en fatsoenlijk tegen u te spreken, maar ronduit, en hoe ik durf, weet ik niet, maar ik doe het toch, zei Suze. O, gij kent mijn jonge juffrouw niet, meneer, dat doet gij werkelijk niet. Als gij dat deed, zoudt gij haar niet zo weinig zien. Dombey stak woedend zijn hand uit naar de schel, maar er was geen schelkoord aan die kant van de schoorsteen, en hij kon niet zonder hulp opstaan en naar de andere kant lopen. Het vlugge oog van Suze zag duidelijk hoe weerloos hij was, en toen voelde zij, zoals zij later zei, dat zij hem beet had. Juffrouw Floor, zei Suze Nipper, is de liefderijkste en de geduldigste en de gehoorzaamste en de mooiste van alle dochters, meneer. Er is geen gentleman, nee, meneer, al is hij zo groot en rijk als al de grootheid en rijkdom van heel Engeland bij elkaar, of hij zou en moest trots op haar zijn. Als hij haar waarde goed kende, zou hij zijn grootheid en rijkdom liever stuk voor stuk willen verliezen en in vodden langs de deuren lopen bedelen. Dat zeg ik tegen sommigen en iedereen, dat zou hij, riep Suze in tranen uitbarstend, dan dat tere hartje zoveel verdriet te geven als ik het in dit huis heb zien lijden. Meid, riep Dombey, ga de kamer uit. Neem mij niet kwalijk, dat doe ik niet, al moest ik mijn betrekking verliezen, meneer, antwoordde de standvastige Suze, waarin ik zoveel jaren geweest ben en zoveel gezien heb, hoewel ik hoop dat gij nooit het hart zult hebben mij om zo'n reden van juffrouw Floor weg te sturen. Ik zal niet gaan, voor ik heb uitgesproken. Ik mag geen Indiase weduwe zijn, en dat ben ik niet, en zou ik ook niet willen worden. Maar als ik mij eens had voorgenomen om mijzelf leven te verbranden, dan zou ik het doen ook, en ik heb mij nu voorgenomen alles te zeggen. Suze's gezicht maakte dit niet minder duidelijk dan haar woorden. Er is niemand hier in dienst, meneer, vervolgde zij, die altijd banger voor u geweest is dan ik, en gij kunt begrijpen hoe waar dat is, als ik zo vrij ben u te zeggen dat ik er honderden malen aan gedacht heb u aan te spreken en er nooit toe heb kunnen besluiten voor gisteravond. Maar gisteravond ben ik tot een besluit gekomen. Dombey greep in een vlaag van woede nog eens naar het schelkoord dat daar niet hing, en het niet vindend trok hij aan zijn haren, liever dan aan niets te trekken.
ik heb juffrouw floor zei suze nipper toen zij nog maar een kind was zooveel zien doen en zoo lief en geduldig zien blijven dat de beste vrouw van haar had kunnen leeren ik heb haar nachten achtereen den halven nacht zien opzitten om haar zwakke broertje bij zijn lessen te helpen ik heb haar hem op een anderen tijd zien helpen en oppassen sommigen weten wel wanneer ik heb haar zonder hulp of aanmoediging een volwassen dame zien worden die goddank het sieraad en de roem van ieder gezelschap is waarin zij komt en ik heb haar altijd grievend verwaarloosd gezien en haar dat diep zien voelen ik zeg tegen sommigen en iedereen dat heb ik en nooit een woord gesproken maar om zich nederig en eerbiedig voor zijn meerderen te gedragen hoeft men toch geen aanbidster van gesneden beelden te zijn en nu wil en moet ik spreken is daar niemand riep Dombey waar zijn de knechts waar zijn de meiden is daar niemand ik heb mijn lieve jonge juffrouw vannacht buiten haar bed gelaten zei Suze hierdoor niet gestuit en ik wist wel waarom zij daaruit bleef want gij waart ziek meneer en zij wist niet hoe ziek en dat was genoeg om haar zoo ongerust te maken als ik gezien heb dat zij was ik mag geen valk zijn maar ik heb toch ogen en toen bleef ik in mijn kamertje nog wat opzitten denkend dat ze mij misschien kon nodig hebben en toen zag ik haar naar beneden sluipen en naar deze deur gaan alsof het een misdrijf was naar haar eigen papa te gaan kijken en toen weer wegsluipen en naar de lege salons gaan zo schreiend dat ik het haast niet kon aanhooren en ik kan het niet aanhooren zei Suze haar zwarte ogen afwegend en ze onverschrokken op Dombey's toornige gezicht vestigend het is de eerste maal niet dat ik het gehoord heb bij lange na niet en gij kent uw eigen dochter niet meneer en gij weet niet wat gij doet meneer en ik zeg tegen sommigen en iedereen riep Suze met een laatste uitbarsting dat het zonde en schande is wel heb ik ooit van mijn leven riep de stem van mevrouw Pipchin terwijl dat slachtoffer van de mijnen van Peru de kamer inkwam wie is dat hier Suze begunstigde mevrouw Pipchin met een blik die zij opzettelijk voor haar had uitgevonden toen zij pas met elkaar in kennis kwamen en liet het antwoord aan Dombey over wat dat is herhaalde Dombey bijna schuimbekkend wat dat is mevrouw gij die aan het hoofd van dit huishouden staat en verplicht zijt het in orde te houden moogt dat wel vragen kent gij die meid ik weet heel weinig goeds van haar meneer krijschte mevrouw Pipchin hoe durft gij hier komen gij onbeschaamde prei maak dat gij wegkomt maar de onverschrokken Suze vereerde mevrouw Pipchin alleen maar met nog een blik en bleef staan noemt gij dat het huishouden in orde houden mevrouw zei Dombey zo'n vrouwspersoon vrijheid te laten om hier te komen en tegen mij te spreken een gentleman in zijn eigen huis in zijn eigen kamer met de impertinentie van meiden lastig gevallen wel meneer antwoordde mevrouw Pipchin met wraak in haar harde grijze ogen het spijt mij heel erg niets kan ongeregelder zijn niets kan meer alle perken te buiten gaan maar het spijt mij te moeten zeggen meneer dat dit meisje helemaal niet te regeren is zij is door jonge juffrouw Dombey bedorven en geeft om niemand gij weet wel dat gij dat niet doet zei mevrouw Pipchin scherp en schudde haar hoofd tegen Suze
gij moest u doodschamen. Maak nu dat gij wegkomt. Als gij menschen bij mij in dienst vindt die niet te regeeren zijn, mevrouw Pipchin, zei Dombey, zich weer naar het vuur keerend, weet gij wel hoe met hen te handelen, vermoed ik. Gij weet wel waarvoor gij hier zijt. Laat haar vertrekken. Ik weet wel wat ik doen moet, meneer, antwoordde mevrouw Pipchin, en het spreekt vanzelf dat ik dat ook doen zal. Suze Nipper, bijzonder kort afgebeten, over een maand van dit uur af is u de dienst opgezegd. Zo is het toch, zei Suze fier. Ja, antwoordde mevrouw Pipchin, en lach niet tegen mij, Caronje, of gij zult mij moeten zeggen waarom. Maak nu dadelijk dat gij wegkomt. Ik denk dadelijk weg te gaan, daar kunt gij op aan, zei Suze. Ik heb hier in huis 12 jaar lang mijn jonge juffrouw gediend, en ik zal er geen uur lang in blijven, als iemand die zo'n naam draagt als Pipchin mij op de schopstoel kan zetten, mevrouw P. Hoe eerder hoe beter, als wij u maar kwijt zijn, zei de toornige oude dame. Maak dat gij wegkomt, of ik zal u laten wegbrengen. Mijn troost is, zei Suze, weer naar Dombey omkijkend, dat ik u vandaag een paar waarheden heb gezegd, die gij al lang had moeten horen, en dat geen Pipchins, al waren er nog zoveel, maar ik hoop dat er niet veel zijn. Hier beet mevrouw Pipchin haar een scherp, maak dat ge wegkomt, toe, en gaf Suze haar nog een blik. Ongezegd kunnen maken. Wat ik gezegd heb, al zeiden zij mij 100.000 maal de dienst op, en al stierven zij dan van vermoeidheid, wat een geluk zou zijn om in de kerk voor te laten danken. Met deze woorden ging Suze, haar vijandin, vooruit de kamer uit, en nadat zij in grootse statie, zodat mevrouw Pipchin bijna van kwaadheid stikte, naar haar kamer was gegaan, zette zij zich op een koffer neer en ging aan het schreien. Uit deze weemoedige stemming werd zij weldra heel verfrissend en krachtdadig opgewekt door de stem van mevrouw Pipchin buiten de deur. Is die onbeschaamde slet, zei de vertoornde matrone, van plan om op haar tijd te vertrekken of niet? Suze antwoordde van binnen dat de aangeduide persoon niet in dat gedeelte van het huis woonde, maar dat zij Pipchin heette en in de huishoudsterkamer te vinden was. Impertinent Caronje, antwoordde mevrouw Pipchin aan de kruk van de deur rammelend, maak dadelijk dat gij wegkomt. Pak ogenblikkelijk uw koffers. Hoe durft gij zo te spreken tegen een vrouw van fatsoen die betere dagen gekend heeft? Suze antwoordde daarop uit haar kasteel dat zij de betere dagen beklaagde die mevrouw Pipchin gekend hadden, en dat naar haar mening de slechtste dagen van het jaar die dame het best zouden passen, behalve dat zij nog veel te goed voor haar waren. Maar gij hoeft u de moeite niet te geven om lawaai aan mijn deur te maken of het sleutelgat met uw oog te bevuilen, zei Suze. Ik ben al aan het pakken en ik ga weg, daar kunt gij van op aan. De douarière gaf haar levendige genoegen over dit bericht te kennen en ging met nog enige schimpscheuten weg om Suze's geld gereed te leggen. Daarop ging Suze aan het werk om haar koffers te pakken ten einde dadelijk en waardig te kunnen vertrekken, intussen voortdurend snikkend als zij aan Florence dacht. Het duurde niet lang of de oorzaak van haar tranen kwam naar haar toe, want spoedig verspreidde zich het nieuws door het huis dat Suze Nipper ongenoegen met mevrouw Pipchin had gehad, dat beiden zich op meneer Dombey hadden beroepen, dat het in meneer Dombey's kamer ongehoord was toegegaan en dat Suze vertrok. Het laatste gedeelte van dit verwarde gerucht
vond florence zoo overeenkomstig met de waarheid dat suze haar laatsten koffer al gesloten had en met haar hoed op daarop was gaan zitten toen zij in haar kamer kwam. Suze, riep florence, mij gaan verlaten, jij. O, wat ik u bidden mag, juffrouw floor, zei suze, spreek geen woord tegen mij of ik kan mij niet goed houden voor die Pipkin. Ik zou voor de hele wereld niet willen dat zij mij zag huilen. Suze, zei florence, mijn lieve meid, mijn oude vriendin, wat moet ik zonder jou beginnen? Heb je het hart om zo weg te gaan? Nee, mijn lieve juffrouw Floor, dat heb ik heus niet, snikte Suze, maar het is niet anders. Ik heb mijn plicht gedaan, juffrouw, dat heb ik heus. Het is mijn schuld niet, ik berust erin. Ik kan mijn maand niet uitblijven, want dan zou ik u nooit kunnen verlaten, en ik moest dan toch eindelijk gaan, net zo goed als nu. Spreek niet tegen mij, lieve juffrouw Floor, want al ben ik tamelijk hard, ik ben toch geen marmeren deurpost. Wat is er toch? Waar gaat het om? Wil je mij dat niet zeggen, zei Florence, want Suze schudde haar hoofd. Nee, lieveling, antwoordde Suze, vraag het mij niet, want ik moet het niet zeggen. En wat gij doet, spreek geen woord voor mij, om mij te laten blijven, want het zou toch niet kunnen, en ge zoudt u zelf maar kwaad doen, en zo. God zegene u, mijn lieve meesteres, en vergeef mij alle kwaad dat ik u gedaan mocht hebben, en al de humeurigheden die ik u al die jaren lang getoond heb. En met deze bijzonder hartelijk uitgesproken smeekbede sloot Suze haar meesteres in haar armen. Lieve juffrouw, menig een kan u komen dienen en blij zijn om u te dienen en zal u goed en trouw dienen, zei Suze, maar er kan niemand komen die u zo hartelijk zal dienen als ik, of half zoveel van u zal houden. Dat is mijn troost. Goedendag, lieve juffrouw Floor. Waar ben je van plan naartoe te gaan, Suze? Vroeg haar schreiende meesteres. Ik heb een broer die in Essex woont, juffrouw, een pachter, zei de zielsbedroefde Suze, die ik weet niet hoeveel koeien en varkens houdt. En daar zal ik met de diligence naartoe gaan en wat bij hem blijven. Wees maar niet ongerust over mij, lieve juffrouw, want ik heb geld op de spaarbank en hoef niet dadelijk in een andere betrekking te gaan, wat ik ook niet zou kunnen, mijn allerliefste meesteres. Suze besloot met een uitbarsting van droefheid, die gelukkig werd gestuit door de stem van mevrouw Pipkin, die zich beneden liet horen. Daarop veegde Suze haar roodgezwollen ogen af en wendde een jammerlijke poging aan om een luchtige toon aan te slaan, toen zij Tollensen riep om een vigilante te halen en haar koffers naar beneden te brengen. Florence, bleek en bevend, maar van een nutteloze voorspraak teruggehouden door de angst om nieuwe verdeeldheid te veroorzaken tussen haar vader en zijn vrouw, wier strak gezicht haar een korte poos tevoren een waarschuwing was geweest, en door haar vrees dat zij, zonder het te weten, al in dit wegsturen van haar oude dienares en vriendin betrokken was, volgde schreiend naar Edith's kleedkamer, waarheen Suze zich begaf om haar afscheidscompliment te maken. Kom aan, daar is de vigilante en daar zijn de koffers. Maak nu maar dat ge wegkomt, zei mevrouw Pipkin zich op hetzelfde ogenblik vertonend. Neem mij niet kwalijk, mevrouw, maar meneer Dombey's orders gaan boven alles. Edith, die onder de handen van haar kamenier zat, zij zou naar een diner gaan
behield haar trotsche uiterlijk en scheen nergens op te letten. Daar is uw geld, zei mevrouw Pipchin, en hoe eer dit huis uw rug ziet, des te beter. Suze had geen kracht meer, zelfs niet voor den blik die mevrouw Pipchin van rechtswege toekwam. Zij neeg dus maar voor mevrouw Dombey, die zonder een woord te spreken haar hoofd boog en wier ogen iedereen vermeden, behalve Florence, sloot haar jonge meesteres nog eens in haar armen en ontving een kus tot afscheid. Het gezicht van de arme Suze, op dit moment bij de onstuimigheid van haar aandoeningen en de kracht waarmee zij haar snikken smoorde, opdat niet één daarvan hoorbaar zou worden en een triomf voor mevrouw Pipchin zou zijn, bood een reeks van de zonderlingste fysionomische verschijnselen waarvan ooit iemand getuigen is geweest. Neem mij niet kwalijk, juffrouw, zei Tollenson, die met de koffers buiten de deur stond, zich tot Florence richtend. Maar meneer Toets is in de eetzaal en laat zijn compliment doen en verzoekt te mogen weten hoe Diogenes en meneer het maken. Florence snelde naar beneden, waar Toets allerprachtigst uitgedost, in twijfel en ongerust of zij komen zou of niet, heel zwaar stond te ademen. O, hoe maakt ge het, juffrouw Dombey, zei Toets, God zegen ons. Deze laatste uitroep werd veroorzaakt door zijn schrik over de droefheid die hij op Florence's gezichtje zag en die hem niet alleen in een gegiegel stuitte, maar ook ineens een toonbeeld van wanhoop deed worden. Beste meneer Toets, zei Florence, gij zijt zo vriendelijk voor mij en meent het zo goed, dat ik u zeker wel om een gunst mag verzoeken. Juffrouw Dombey, antwoordde Toets, als gij maar zegt, hoe, zult ge mij mijn eetlust teruggeven, die mij lang vreemd is geweest, voegde hij er niet zonder aandoening bij. Suze, die een oude vriendin van mij is, de oudste vriendin die ik heb, zei Florence, moet opeens vertrekken, en dat helemaal alleen, het arme meisje. Zij gaat naar huis, een eind buiten de stad. Mag ik u verzoeken voor haar te zorgen, tot zij op de diligence is? Juffrouw Dombey, antwoordde Toets, gij bewijst mij werkelijk een eer en een goedheid. Dit bewijs van uw vertrouwen, nadat ik mij in Brighton op zo'n brutale manier heb gedragen. Ja, zei Florence haastig, nee, denk daar maar niet meer aan. Gij zoudt dus de goedheid willen hebben om nu weg te gaan en haar op te wachten als zij buiten komt. Dank u duizendmaal, gij stelt mijn hart zo gerust. Gij kunt u niet voorstellen hoe dankbaar ik u ben, of hoe een goede vriend gij werkelijk voor mij zijt. En in haar hartelijkheid dankte Florence hem nogmaals en nogmaals. En in zijn hartelijkheid ging Toets haastig weg, maar achteruit, om geen blik van haar te verliezen. Florence had de moed niet om naar buiten te gaan, toen zij Suze in de hal zag, waar mevrouw Pipchin haar nog voortdreef, en Diogenes om haar heen sprong, en mevrouw Pipchin de grootste angst aanjoeg, door naar haar bombazijnen rok te happen en van akeligheid te huilen, als hij haar stem hoorde, want van niemand had hij zo'n afkeer als van haar. Maar zij zag Suze al de dienstboden in het rond de hand geven en nog eens naar het huis omkijken en Diogenes de vigilante navliegen, niet in staat zich te overtuigen dat hij met haar, die erin zat, niets meer te maken had. En toen werd de deur gesloten en was het afscheid voorbij,
en vloeiden haar tranen over het verlies van een oude vriendin die niemand kon vervangen. Niemand, niemand. Toets, als een brave jongen, hield de vigilante tegen en vertelde Suze welke taak hem was opgedragen, waarop zij nog harder begon te schreien dan tevoren. Bij mijn ziel, ik voel met u mee, zei Toets, zich naast haar zettend. Op mijn woord van eer, ik denk dat gij uw eigen gevoel haast niet beter zult kennen dan ik het mij kan voorstellen. Ik kan mij niets vreselijkers indenken dan dat iemand juffrouw Dombey moet verlaten. Suze gaf zich nu volkomen aan haar smart over en het was werkelijk aandoenlijk haar te zien. Ik zeg, zei Toets, doe dit nu nog niet. Ik bedoel, doe dat eerst, weet ge. Wat, meneer Toets, zei Suze. Wel, bij mij aan huis komen en wat eten, voor gij wegrijdt, zei Toets. Mijn keukenmeid is een heel ordentelijke vrouw, zo'n moederlijke vrouw als gij misschien nooit gezien hebt, en zal u graag wat troosten. Haar zoon, zei Toets, tot meerdere aanbeveling, was in de blauwjasschool grootgebracht en is met een kruidmolen in de lucht gevlogen. Daar Suze dit vriendelijke aanbod aannam, bracht Toets haar naar zijn eigen woning, waar zij door de bedoelde moederlijke keukenmeid werden ontvangen, die zich haar naam waardig toonde en door de kemphaan, die, toen hij een dame in het rijtuig zag, zich eerst verbeeldde dat meneer Dombey volgens zijn oude raad dubbel toegeslagen en jonge juffrouw Dombey geschaakt was. Deze heer verbaasde Suze enigszins, want daar hij in een wedstrijd de nederlaag had geleden, was zijn gezicht zo gehavend dat het werkelijk niet toonbaar mocht heten. De kemphaan wilde dit ongeluk aan een bijzonder toeval toeschrijven, maar uit de openbare berichten over de strijd bleek dat zijn tegenstander hem van het begin af te sterk was geweest en hem zo geweldig had geklopt als hij zelf maar wilde. Na een goede maaltijd en veel gulheid reed Suze met een andere vigilante naar het diligencekantoor met Toets, evenals tevoren naast haar, en de kemphaan op de bok. Hoewel deze heer het gezelschap zo al tot eer door zijn heldhaftige naam toch bezwaarlijk tot sieraad kon strekken, uit hoofde van zijn talrijke pleisters. Maar de kemphaan had heimelijk een eed gedaan dat hij Toets nooit zou verlaten, die heimelijk smachtte om maar van hem af te komen, of het moest zijn om als kastelein in een herberg gezet te worden en daar hij er naar verlangde zich als zodanig zo spoedig mogelijk dood te drinken, begreep hij dat het zijn zaak was zijn gezelschap zo onaangenaam te maken als maar mogelijk was. De nachtdiligence waarmee Suze zou vertrekken was op het punt om af te rijden toen Toets haar erin had geholpen, bleef hij besluiteloos bij het portier staan. Tot de koetsier al op de bok zat, toen stapte hij op de trede, stak een gezicht naar binnen dat bij het licht van de lantaarn heel angstig en verward stond en zei, zeg eens, Suze, juffrouw Dombey, weet ge wel, ja meneer, denkt gij dat zij eens, gij weet wel, zeg. Neem mij niet kwalijk, meneer Toets, zei Suze, maar ik begrijp u niet. Denkt gij dat zij ertoe gebracht zou kunnen worden, weet ge, niet zo dadelijk, maar met der tijd, na verloop van jaren, om mij lief te krijgen. Daar, zei de arme Toets. O, heren, nee, antwoordde Suze, haar hoofd schuddend, ik zou zeggen, nooit, nooit. Wel bedankt, zei Toets, het doet er niet toe,
Goedenavond. Het doet er niet toe. Wel bedankt. Einde van hoofdstuk 44.